YouTube doet. Like deze video sneller dan dat ik geel ben voor een 10. Nice. Over geel gesproken. Verhalen gaan dat blauw niet het eerste karakter was in Rainbow Friends. Maar eigenlijk geel. Alleen rood heeft er toen voor gekozen om toch liever voor blauw te gaan. Dus geel? Ja, rood is niet aardig. Weet je nog. Maar nu is er een game verschenen die zichzelf bestempelt als chapter 2 van Rainbow Friends. En daar zou geel wel in te zien zijn. Oddworld. No way. En we moeten snoepjes verzamelen in plaats van blokken. Oh. Oh my gosh. Geel leeft nog. En het is dus waar wat ze zeggen? In eerste instantie was het geel en niet blauw die rood heeft gemaakt. Oh man. Zelfs daar. Oké, wacht. Waarom ben ik de enige in dit spel? Ik dacht dat er meer mensen gingen zijn. Oké, we moeten het snoep verzamelen. Dude, ik ben de enige. En dat is een beetje lastig. Want meestal als je met meerdere mensen speelt, is de aandacht van het monster dus ook niet alleen op jou gevestigd. Maar dat is nu wel het geval. Ik knuffel hem bijna. Oh my gosh, chapter 2. Ik had me zeker voorgesteld dat er een gele Rainbow Friend ging zijn. Maar niet dat het letterlijk blue was. Maar dan geel. Maar waarom heeft rood er dan voor gekozen om geel uiteindelijk... Oh my gosh. Wat gebeurt er? Wacht even, wat? Hij glitcht. Maar daarom heeft rood er waarschijnlijk voor gekozen om hem uiteindelijk weg te doen. Omdat hij gewoon niet werkt. Er zit een soort van error waardoor hij gewoon blijft rennen, maar toch stilstaat. Het is lastig te zien. Het is namelijk super donker hier. Maar wat hebben we hier? Het museum? En aan deze kant het theater? Oh man, de map van chapter 2 is insane. En hier staat reuzenrad. Oh ja, dat reuzenrad maakt onderdeel uit... van Rainbow Friends. En hier is weer een snoepje. Oh man, dit is zo raar. Maar wat ik dus vooral niet snap, waarom ben ik de enige in deze? Wacht, wat? Dus je wil zeggen dat ik niet ben ingemaakt door het grote gele monster, maar wel door een vuurtje? Dat is niet zo stoer. Na een paar keer opnieuw joinen is het me eindelijk gelukt om met meerdere mensen in chapter 2 te zitten. Dus ik... Hij glitcht weer. Kijk dan! Zagen jullie dat? Wat deed hij? Hij was aan het breakdansen. Oké, ik snap nu wel waarom rood ervoor heeft gekozen om geel dan te verplaatsen met blauw. Maar waarom zou geel dan wel ineens terugkomen in chapter 2? Waarschijnlijk omdat de glitch hem juist sterker maakt. Oh, snapperoni. Waarom heeft hij me nog niet ingemaakt? Hij liep tegen me aan. Oké, ik hoop niet dat hij me inmaakt, dus ik ga snel naar een andere speler toe. Dat is heel flauw, want ik probeer daar eigenlijk mee te zeggen dat geel dan zeg maar niet mij, maar een ander inmaakt. Oh, snap. Er is iemand ingemaakt, alleen kon ik niet zien wie. We moeten dus 10 snoepjes in totaal vinden. We hebben er 5. Er staat hier, kijk uit. Met een deur die niet open kan, maar wel weer een snoepje. Hier ligt ook weer een snoepje, dat is de 7e. Waarschijnlijk is dit eerder een demo. Wat inhoudt dat dit dus niet heel chapter 2 is. Ook een beetje raar zijn. Gewoon alleen één grote geel die achter je aanrent en that's it. Dude, het is zo... Ik zie niks. Misschien ben ik wel aan het douchen, ik heb geen idee. Oh, daar is die weer. Oké, weet je, ik ben nog niet door hem ingemaakt. Laten we dat één keer gewoon soort van expres doen om te kijken hoe dat eruit ziet. Ga ervoor. Ik vond het eigenlijk best wel cool. Oké. Oh my gosh. Waar ben ik? Ik ben in een game waar alle spelers zichzelf kunnen veranderen in Rainbow Friends. En je ziet waar dat toe leidt. We zien wel 20 rood, 30 blauw, 100 geel. Lijkt wel een boodschappenlijstje. Oh my gosh, wat moet ik hier nou weer doen? Dit ziet er ook niet echt uit als een Rainbow Friends map. Het is gewoon een gigantische school met een schoolbus. Want... het is een school. Alleen waarom heeft deze blauw een zwaard, een cape en een ander soort kroon? Ik ben wel echt benieuwd als geel zometeen daadwerkelijk de hoofdrolspeler gaat zijn in chapter 2. Wat gebeurt er dan met blauw? Over blauw gesproken. Ik ben blauw. Ga eens weg met je armen, groen. Mwah. Dat is raar. Ik was boos en ik gaf hem een kus. Kan ik de bus niet gewoon wegrijden? Zie je dat dan voor je dat je wordt opgehaald door blue? Maar wacht eens even, dat is waar ook. Dit zou toch geel worden in chapter 2? Deze soort van eend, kip... ding met een redelijk plat hoofd. Soort van. Lijkt wel een pannenkoek. Een pannenkoek met een snavel. Nou, ik heb liever poedersuiker. Wat denken jullie? Gaat Blue inderdaad geel zijn in chapter 2? Omdat hij dat eigenlijk vroeger was? En hoe is hij weer tot leven gekomen? Jongen, ik heb zoveel vragen. Het lijkt wel wiskunde. Heeft iemand een speakbriefje? Oh, maar wacht even. Er is iemand die ik echt super graag wil zijn. En dat is paars. Oh, maar wacht. We kunnen spelers ook echt inmaken. Of niet? Ik ga proberen dit meisje in te maken. Kom hier, jij. Kom, ik maak je in. Ik maak je. Nee, het werkt niet. Oké. Maar wacht, we kunnen de school in. Of. Dude, wat? We zien letterlijk Blue. Ik kan het niet goed zien. Wacht, ja. We zien Blue daar met een taart. Is die jarig? En oh ja, dat daar is trouwens paars. Maar dan niet in het riool. Maar ik mag natuurlijk iemand niet vergeten. Ik kan niet eens normaal lopen. Ik heb trouwens alle blokken bij me, zie ik nu ineens. En de blokken zijn dus ook in de kleuren van de Rainbow Friends. Maar wat ik eigenlijk wil is... ga eens aan de kant geel. Kikker in je bil. Ik wil oranje zijn. Mijn favoriet. Mijn reptiel. Lijkt me best wel cool om deze als huisdier te hebben. Alleen je moet hem wel op tijd te eten geven, want anders...
Ja, oh my gosh. Ik zit in een spel, overduidelijk, met een mega grote blue en een glijbaan naar beneden. 3, 2, 1, wee! Plons. Waarom maak ik geluidseffecten? Oh, niet zo'n obby toch. Ik heb dat serieus al te vaak meegemaakt in Roblox. Dat de eerste 2 seconden van de obby de beste 2 seconden van je leven zijn. En daarna lijkt elk level op elkaar. En komt er de hele tijd in beeld te staan. Wil je dit kopen? Wil je dit hebben? Vind je dit leuk? Geef me Robux. Super irritant. En meestal in dit soort games, als je dan iets koopt, krijg je het geen eens. Maar weet je wat? Ik doe dit voor de wetenschap. Ik wil weten wat er aan het einde van deze... Blue is aan het einde van deze obby. Nou ja, weet je wat? Vooruit dan maar. Een vliegend tapijt. Bye now. Ik heb het vliegende tapijt. En nu kunnen we dus heel de obby overslaan. Ik wil gewoon heel graag weten. Wat zit er in Blue? Er zijn namelijk nog steeds een hoop mensen die denken dat het een mens is in een kostuum. En als dat het geval zou zijn. En we gaan er dus nu naar binnen. Oh, dude. Als ik nog iets verder ga, heeft hij me opgegeten. Oh my gosh. Er zit letterlijk niks in. Kijk maar. Geen brein. Oh, dat ziet er zo creepy uit van binnen. Oké, weet je wat? Laten we gewoon via de normale weg gaan. Eeuw. Is dit onze beloning? Is dit wat we krijgen? Een nieuw soort outfit? Staat me best goed. En een nieuw soort... en een nieuwe soort kapsel. Ik heb nog nooit zo snel een obby gehaald. Maar is er dan nog meer? Ja, natuurlijk is er meer. Want ik heb hier misschien wel het slechtste spel ooit. Dit beschrijft zichzelf dus ook als chapter 2. En dit is geen chapter 2. Dit is gewoon iemand die dacht, hey... En dat was het. Ik heb wel een doos, maar werkt dat überhaupt? Kan niet meer inmaken als ik in de doos zit. Zelfs dan. En waarom zit paars aan het plafond? Oh my gosh. Letterlijk niets in dit spel klopt. En kijk hoe dichtbij die zit. Het scheelt een haar. Haha, oh. Ik dacht dat hij er niet onderdoor kon. Ik ben er klaar mee. Ik heb een blauwe kabel. En wij moeten proberen om die kabel zo lang mogelijk te krijgen. Zodat we winnen. Dat is letterlijk de bedoeling van dit spel. Dus we moeten al deze kabelstukjes pakken. Alleen meestal kunnen we er niet bij. Dus we moeten goed kijken welke we wel en welke we niet kunnen pakken. En wat hebben we hier? Keer 2. Ben je serieus? Dus nu wordt mijn kabel 2 keer zo lang. Oh, snapperoni, check dit. En wat ik dan volgens mij moet doen, is naar een lampje gaan. Ah, en dan kan ik hier weer verder. En het is heel chill, omdat ik de eerste ben. Eigenlijk gewoon omdat ik heb vals gespeeld. Zijn er dus nu geen andere kleuren kabels die mij in de weg liggen? Wat kan ik eigenlijk nog meer halen? Oeh, een magneet. Ben ik ook wel benieuwd naar. Jop, je speelt vals. Ik ben Blue uit Rainbow Friends. Natuurlijk speel ik vals. Oh, deze magneet. Oh, dat is zo handig. Eigenlijk... Ja, ik weet niet of het echt waard was of zo, maar meer van het werkt een soort van. Oké, let's do this. We krijgen de langste kabel in dit spel. Volgens mij kunnen we nu al gewoon naar die lamp toe daar. Oh. Oh my gosh, mijn kabel is weg. Oh. Wat? Dat is wat je krijgt als je vals speelt. Het spel denkt gewoon van, nee, vriend. Of nou ja, eigenlijk wel, want ik speel nog steeds mee. Maar dat hoorde eigenlijk niet wat daar gebeurde. Hier hebben we een plus 2, super chill. En wat kunnen we eigenlijk nog meer doen? Plus 4? Dude, ik hoef dat eigenlijk allemaal niet te hebben. We hebben een magneet, oké? Dat is gewoon zo cool. Stel voor je zou in het echt een magneet hebben die op kleur werkt. Dat je dus bijvoorbeeld geel kunt instellen. En als je dan een winkel binnenloopt, dat alle bananen op je worden afgevuurd. Of als je gaat voor oranje. Alle sinaasappels vliegen om je oren. Wat is jouw lievelingskleur? Laat het in de comments weten. Misschien is er ooit een magneet van. Oh my gosh, waar is mijn kabel? Ik moet hier zijn en dan... Ik heb gewonnen. Ik heb letterlijk gewonnen. Abonneer voor meer en adios.